Op dit moment zou ik dan gewoon veel verder staan qua één de opbouw van het vermogen, maar ook naar de, de, de zekerheid op lange termijn voor mezelf, maar ook voor de kinderen. Wat wij vooral doen is kijken wat dat je zelf leuk vindt om te doen, wat je zelf boeit. Waarvoor dat je zegt, daar sla ik de krant nu wel voor open om me daarin te gaan verdiepen. En vooral meerdere pistes te gaan bewandelen. Ik denk dan aan, aan vastgoed. Uh, sommigen stellen ons adviesvragen over, wat denk je over cryptocurrencies, moet ik beleggen in goud? Dus, het gaat veel verder dan enkel vermogen opbouwen via de traditionele wegen, um, wat het misschien ook gewoon plezierder maakt. Hè?